Squatting is taking over an empty house, basically. Money, 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 roots of all evil. Money, 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 roots of all evil. It's about having somewhere to live, you know, it's about something that's very, very basic and very fundamental. But me belly it a gumble, man, me belly wants me. Me have to look after the money, man, you know this goal. Money, money, money. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we wel een linksradicaal pand zijn. Dat we allemaal wel vinden dat deze maatschappij zoals die nu in elkaar zit, die is gewoon verkeerd. Dat moet radicaal veranderd worden. I mean, especially in Amsterdam, the housing shortage is really just enormous. The queues for social housing are around 10 years now, I think. But it's impossible to get cheap housing in Amsterdam. Ik kan ook geen €600 betalen voor een huis in de vrije sector. Ik ben maar gewoon een simpel mens met een simpel inkomen. En ja, dan blijft er weinig voor je over. Everything about squatting is... You know, it's about using space that's abandoned and doing something there that gives access to people who don't have access. Er is zoveel loze, lege ruimte waar niks mee gebeurt, waar wat wegstaat, de rotte eigenlijk. Dat is zonde. Ja, het is gewoon echt een hele dichte sociale kring. Want het zijn allemaal mensen die weinig geld hebben en ze zorgen ook voor... Niet alleen voor hun eigen woongroep, maar voor andere mensen. Iedereen die organiseert hier en daar een volkskeuken. En ze zorgen allemaal voor elkaar. Je zit met een groep mensen die... eigenlijk over dezelfde over de maatschappij vragen stellen. En zo goed en zo kwaad als ze kunnen het op een eigen manier proberen te doen... zonder geheel op te gaan in de standaard voorschriften of in de standaard procedures die aangereikt worden vanuit de maatschappij. Ja, hier kan ik dat allemaal lekker zelf bepalen van wat ik ga doen. Ja, omdat je niet hoeft te werken voor je huurbedrag, kan je juist dingen organiseren op sociaal vlak. En behalve dan, ik begrijp ook niet waarom mensen dan dit soort dingen niet, meer mensen dit soort dingen niet doen. Squatting is so special and so social revolutionary because you do not only make your claims in public on a political level, but on a social level you actually fix the problem that you have yourself. The problem really explodes when there are houses standing empty and people see that, you know, that we don't have a house and there is a house standing empty there. You just break open the door and you move in and then you have a flat. Het grote onderscheid is dat er eind jaren 60 op een gegeven moment mensen opstaan die daar een politiek issue van maken. En op dat moment weet men ook niet goed hoe men daarop moet reageren. Dus daar worden een paar enkele proefprocessen gevoerd.
naar aanleiding van hele simpele kraakjes. Uiteindelijk komt het bij het hoogste rechtscollege terecht, bij de Hoge Raad. En die beslissen van ja, eigenlijk mag het wel, want er is eigenlijk niks wat kraak in de weg staat. Zolang je maar een tafel, een stoel en een bed in een huis meeneemt en het huis bewoont, ja, dan mogen de bewoners aanspraak maken op een zekere bescherming door de wet. Een soort huisrecht. En toen ook nog eind jaren 70 de huizenmarkt, de woningmarkt instortte, kwam daar zoveel leegstand beschikbaar dat krakers en masse in leegstaand gebouwen introkken. En dat er een enorm bloeiende beweging ontstond van hier in Amsterdam alleen al van tienduizenden jongeren die daarbij betrokken waren. 1, 2, 1, 2, 3, 4! They went for those houses that were being speculated with, that were standing empty, and was the only reason to make money out of it. And the population, the majority of the people that lived in Amsterdam, of the ones that had a house, immediately recognized that was a real moral problem that you couldn't allow. In eind jaren 70, begin jaren 80 zie je krakers die opeens gaan zeggen van we gaan er niet uit. We gaan ons verzetten. This whole claim of no violence does not apply to squatters' action. This has a historical reason, but this also has a practical reason. No social claim and no social right has been obtained by negotiations only. In other words, you will only be taken seriously in a negotiation if you have the possibility to enforce your claim by, well, in the old days, violently resisting or being even able to attack. It's a fix. The local government had lost its control totally. State forced people to become more and more street fighters and stuff like that. But also because inside that movement, people took that line. Vroeger konden we gewoon reageren. Echt van, we gaan ervoor, hoppa. Ja. En dan wist je ook van dat als iets gebeurde, dat binnen no time stonden gewoon 100, 200 mensen erbij, zeg maar, als het moest. Dus dat gaf natuurlijk ook wel kracht. Ja. Toen de tijd, als er een alarm was, toen woonden we toen met 20, stapte de 19 de deur uit met helm en knuppel en ging er één bij de telefoon zitten waar we het volste vertrouwen in hadden. Wij hebben dat in handen. Of wij wel of niet met stenen gooien, maken wij uit. En de momenten ook. Maar ik denk dat die geweldspiraal op een gegeven moment, wanneer het precies gebeurd is, een beetje doorbroken is van beide zijden. En ik denk dat beide zijden daar eigenlijk stiekem allebei een beetje blij mee zijn. There's a lot of people that really don't like that kind of violence. Its effect, you know, the movement is as strong, not as its militants are, but as the surrounding structures are. So that dynamic of the state sending their troops in the street and you as a movement thinking that you can confront them on that level and that is the most important aspect of the squatting movement, that produced a shrinking of the structures. En je kunt wel zeggen dat die infrastructuur die overgeleverd is uit de jaren 80, dat die voor een grote ervoor zorgt dat er nog steeds gekraakt wordt in Amsterdam. It's a private staircase, so we're going to go through the front door and then the first story is where the apartment is. The owner is, I don't know how to pronounce it, but Hubertus Van Beek. And he inherited this property and two other properties around here from his dad. When he has a business just around the corner, we can expect him to come by in about 10 minutes, I think. Possibly, so what shall we do about this? Do we have some barricading material? And do we all know about this, actually? We have the
like vent spring downstairs and two of those construction poles. Yeah, that's the main barricading stuff we have. Kaak spreekuren, dat zijn punten waar mensen naartoe kunnen komen, waar ze informatie krijgen en hulp bij het kraken van een huis. En dat is een heel netwerk wat over Amsterdam is uitgespreid. Ik werk bij een kraakspreekuur in Amsterdam, in het centrum. Er komen mensen langs die hebben vragen omtrent die lege woning die boven hun zit. Omtrent van, ja, ik wil gaan kraken, maar wat is kraken? Wat houdt dat in? Wat zijn die juridische dingen? Wat mag ik wel, wat mag ik niet? Hoe doe ik dat? Want Nederland is een mede-ondertekenaar van de rechten van de mens. En een van die regeltjes is dat ieder mens recht heeft op een dak boven zijn hoofd. Well, first of all, normally when we squat with the squatting information hour, we do it on Sundays. Makes it easier for more people to be there, and you have less cops on the streets and all that kind of things. Normally we do it in Amsterdam, we do it at the daytime. So in some other cities they do it during the night, but we do it normally quite openly, because then it doesn't scare people as much as if you would be making a lot of noise in the middle of the night. Before you go any further, you need to know who the owner is, about how long it's empty. You need to know whether there are any plans for the house. Normally, the people have already checked a lot, have been keeping the house, an eye on the house already for a long while. Here? Huh? The table bed chair. Table bed chair, got it. Okay. Then I think we should go, eh? We are waiting too long. The coffee, then. Who takes all this stuff? Maybe we'll let the breakers go first. Kraakspreekuur weet een aantal mensen die kunnen breken. Die worden dan brekers genoemd. Die kunnen dus vragen om voor jou, zeg maar, de deur te openen. Het is ook namelijk belangrijk dat brekers snel zijn. Omdat het breken in juridisch gebeuren het vernielen van andermans eigendom. Willekeurige reden, heel toevallig in die korte tijdsbestek politie langskomt, is die grote groep eromheen een bescherming tot er geen arrestaties vallen. Door het succes van die beweging bleek dat er ook heel veel mogelijkheden te zijn om met die ruimte die je dan op de stad veroverde, om daar allerlei dingen mee te doen die je elders niet kon doen. Dus het werd ook steeds meer een beweging waar mensen hun ei kwijt konden, wat ze elders niet kwijt konden. Het werd een beweging waar je kon experimenteren, waar je kon
waar je dingen uit kon proberen, waar je je eigen bedrijven zo kon richten en waar je een soort gemeenschap met elkaar kon opbouwen, een soort alternatieve samenleving. So it is very anti-capitalist because of course such a system does not only survive without money, but also because of the let's say non-trade nature of the system. I call this a pool economy, because people are basically putting the results of their work into a pool, and whatever is inside this pool is accessible to everybody who contributes. Within the production context of the squatters' movement, which mainly includes maintaining the buildings where squatters live, people work for free for each other. As you do not even trade your own work, you cannot trade the work of others, especially because you cannot force people to work. Everything is done voluntarily. Godverdamme. Oh, hij is gewoon open, man. Kom maar. Idioot. We go in and put our mattress, chair and a table on the ground. Change the lock and call the police. This is the first look you have when you squat. Uh-huh. So nobody kicks down the door. Dit is ons pand. We gaan het per half januari gaan het helemaal verbouwen. Dus. Okay. En ik ga het natuurlijk ook natuurlijk niet accepteren, dat spreekt tegen. We gaan het toch doen. We blijven in eerste instantie inzitten, want we horen nu alleen uw kant van het verhaal. Ja. En dat is een kant die wij nog niet hebben gehoord. Nee. We hebben het wel goed uitgezocht uiteraard, we doen het niet zomaar, dit soort dingen. Dus we gaan hier nog even naar kijken. En nou, blijven we dit zo in. Politie komt straks langs om even leegstand te constateren. Dat moet wel goed. Maar wat is jullie opzet nu? Om hier te gaan wonen met z'n allen? Ja, in principe. Niet met z'n allen. Nee, nee, okay. Ik snap niet zo goed wat jullie beweegredenen zijn. Ergens vind ik gewoon, kijk, laat iedereen, ik bedoel, het is mijn pand. Ja. Ik betaal allemaal keurig ondergoed en al dat shit, hè, dat weet je. Nee, laat het wel onmogelijk lang leeg staan. Dat is ja, oké, okay, maar bepaal jij dat of bepaal ik dat? Nou ja, kijk, als het een jaar lang leeg staat, dan is het een gebruik, een bepaald moment dat wij... Maar staan jullie wettelijk nog in je recht aan ook in principe? Ja, ja. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Dan jullie stormen gewoon hier naar binnen, maar wie heeft aan de politie gebeld dan? Hebben wij zelf gedaan. Zo van, hey, hallo, we hebben een pandje gekraakt. Doen we iedere week twee, drie keer, zeg maar. When the police comes, they come inside to check that it's empty. Open de deur. Open met je op. Wie is daar? We know the police in our area. When they see that the squatting assistance hour is there, and it goes more smooth. Push it a bit more. Prima. We are basically acting as some kind of between the people who live in the squatted building and the police. Tell them who the owner is and how long it's been empty. Yeah, yeah.
zo leeg als we kan. We want that the police comes when the big group is there. They know that the people, the squatters, know what their rights are, and they also then know that they can't kick them out so easily. Proberen het altijd weer, hè? Proberen we het altijd weer. Nou, met meer dan twee mensen naar binnen komen. En het gebeurt ook vaak bij de kraak zelf dat de politie niet mee wil werken. Ook al zeg je van, ja, dit pand is leeg, kom maar binnen, kijkt u maar. We hebben het geobserveerd, het is een jaar leeg. Dat de politie zegt van, nee, u heeft huisvredebreuk gepleegd en we gaan jullie nu arresteren. Dat soort onverwachte situaties. Dan bel je alarm en dan probeer je te voorkomen dat er mensen gearresteerd worden. Een krakersalarmlijst is een manier om mensen heel snel op één plek te krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer. En het idee is dat je één telefoontje pleegt en dat het verder zich als een ster uitbreidt. En dat zo een heleboel mensen die op die lijst staan bereikt worden. And then there's the discussion between the squatting assistance hour and the police. Hey, hij wil de appartementen vermaken, zegt hij. Ja. Dat is monument, heeft monumentenvergunning nodig. Ze hebben alle bouwvergunningen nodig. Ja. En daar is hij nu mee bezig. Dus in die tijd waren we het graag gaan wonen. Dus. Ja, dat snap ik. En of ze justitie daarmee akkoord gaat, is natuurlijk af te wachten. Ja. Als daar nog iemand woont, dan heb je het probleem dat je huisvrede maakt. Ja, want dat heet in Krakersmonde artikel 138, huisvredebreuk. Je hebt het andere wetsartikel, heet 429. Het was nog niet een jaar lang leeg. Als je daar in dat tijdsbestek iets kraakt, ja, dan ben je ook strafbaar bezig. Ja, gezien het is hartstikke mooi pand, ja. Gezien al het materiaal wat er ligt, denk ik toch dat ik ga adviseren dat het niet leeg staat, dat er gewerkt wordt. En dan gaat de officier van justitie laten maken wat er gaat gebeuren. Ja. Dat liggen toch behoorlijk wat bouwmaterialen. Ja, maar het is ook duidelijk dat er verder niks meer gebeurt. Het is alleen, ja? Wat neergelegd hout, dat heeft in principe natuurlijk niks met het feitelijk gebruik te maken. Maar goed, als hij ook daadwerkelijk aan het bouwen is, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Hij heeft nog niet eens een monumentenvergunning of een bouwvergunning. Hij verklaart dan toch iets anders. Maar goed, dat zal een strijd bij de rechter worden. Ja. Tussen jullie advocaat en zijn advocaat. Daar ga ik me ook helemaal niet in mengen. Dus ik ga hem in ieder geval adviseren om aangifte te doen voor huisvredebreuk. Oké, dankjewel. Oké, dan. Good morning. Normally then they make a report and leave. Ja, prima. Then it's up to the owner to prove that he has plans for the house before he can kick you out. And that goes normally via a court case. The official procedure to get squatters out is that owner has to first send a letter saying, I want you out. And so that he can prove that he tried without a court case already. He has to be able to prove in court that he has serious plans. It's normally not enough that he has a building permit, but then he also has to have a contract with a building company, for example. Well, we were under eviction threat, and we wanted to stay as long as possible, and we lost a court case a few days ago. Right now there are four people occupying the place, and the situation will still remain like that until they come and take us out using force.
Okay, we're being evicted and we have to be out by sunrise tomorrow, otherwise we get the EMA onto us. And we just got notice about 4-5 hours ago. So I'm just trying to find a space to store my shit. Als een rechter heeft besloten dat er toch ontruimd gaat worden, dan hebben wij dat uit te voeren. Op het moment dat wordt besloten tot ontruiming, dan is dat behoorlijk veel werk. En dat betekent dat een aantal partijen daarmee bezig zijn. Dus ik weet precies hoe het is. Maar wij moesten ook aanpassen en ook huur betalen en ook alles gaan doen. Hun betalen geen huur, terwijl wij evenveel hebben en wel huur moeten betalen. Dat is allemaal niet eerlijk. En overlast, dus onbeschofte en junken over de vloer. En er komen steeds meer tuig erbij. Je hebt ook studenten, daar heb ik geen probleem mee. De vriendin van mijn zoon moet eruit. Ja, bedoel, dat zijn hartstikke mooie woningen. Waarom moet dat nou weer duur veranderd worden? Ja, het heeft natuurlijk onderhoud nodig, dat begrijp ik ook wel. Maar wat komt er voor terug? Het zijn berlagenhuizen. Hey, wat komt er voor terug? Of dure huur? En dat kunnen studenten niet betalen. Je moet niet vergeten dat de krakers weten dat ze in kraakpanden wonen. En dat betekent dat ze daar niet legaal wonen. Dus zij zitten op een plek waarvan ze ook altijd ontruimd konden worden. Nou, omdat wij dat zeg maar niet willen, we willen ook verder geen gedoe met die mensen. Dat is de reden waarom wij altijd een dag van tevoren aankondigen. Weet dat we morgen komen. Dus zoek of een andere plek. Of weet in ieder geval dat je anders wordt aangehouden. Stuff is still inside because we got notified yesterday evening. I come from work and I hear in 6 hours my place is gonna be evacuated. Maar ja, het is voor hun natuurlijk om weerstand te voorkomen. Ik bedoel, we zijn met 500 man hier, hebben we die drie blokken gekraakt. En als we een week van tevoren zouden weten dat ze zouden komen, dan ja, dan had het er waarschijnlijk heel anders uitgezien. I was even promised by one policewoman who was quite nice that I could get my stuff. And then the other one say, no, no way, get the fuck out. They don't get it straight. What is the story? We don't ask that much. Just, can I get some of my shit? Go back to your own country. Go back to your own country. Omdat het hier gaat om 172 panden, moeten wij natuurlijk wel weten in welke panden de collega's al zijn geweest. Nou, op het moment dat er zo'n teken op het raam staat, betekent dat voor andere partijen dat pand is veilig en daar kunnen we ons werk gaan doen. But just for Christmas, you know, one day it's not very human, you know. Is it, this is Holland these days. Then I say exodus. Bovendien werd het praktisch veel moeilijker om te kraken omdat de wetgeving werd aangescherpt. Dus aanvankelijk is kraken was niet strafbaar in Nederland. En men heeft, dat is altijd een doorn in het oog geweest van de autoriteiten. Dus ze hebben altijd geprobeerd om met wetgeving geprobeerd dat kraken strafbaar te stellen. Dat is eigenlijk nooit goed gelukt. En, want er is altijd zo in het geweten van de Nederlandse politici altijd iets geweest van: je kunt kraken niet strafbaar stellen zonder die leegstand ook aan te pakken. En zolang er leegstand is in Nederland en woningnood, en dat is eigenlijk een permanent probleem sinds de Tweede Wereldoorlog, kun je dat kraken niet strafbaar stellen. Dus dat is eigenlijk nooit gelukt.